Technologie-startup Ampix Power werkt met een gemotiveerd team van 50 experts aan een nieuwe generatie windenergietechnologie. Met deze technologie kunnen wij de energietransitie helpen versnellen. De uiteinden van de wieken van een standaard windturbine zorgen voor het gros van de energieopbrengst. Dit meest efficiënte gedeelte vervangt Ampix Power met haar systeem. Hiermee kan met weinig en heel licht materiaal gebruik worden gemaakt van de gunstige windcondities op grotere hoogtes waar windturbines niet kunnen komen. Met deze innovatie komen veel meer locaties in de wereld in aanmerking voor windenergie. Zoals ver landinwaarts waar de windcondities lager bij de grond minder gunstig zijn, of verder op zee waar we onze systemen op drijvende platforms kunnen plaatsen. Op 4 oktober verwelkomen we jullie graag op onze stand. Daar vertellen we jullie meer over de technologie en laten we jullie een prototype zien. Verder zullen we u bijpraten over de voortgang van de bouw van ons volgende prototype AP3, dat een spanwijdte zal hebben van 12 meter en wat we vanaf volgend jaar zullen gaan testen op een testlocatie in Ierland samen met onze partner E.ON. In de afgelopen jaren heeft Ampix Power zo'n 25 miljoen euro opgehaald uit de crowd, uit innovatiesubsidies en van financiële investeerders. Inmiddels zijn we begonnen aan een nieuwe financieringsronde van 10 miljoen euro. Het bedrag stelt ons in staat om ons prototype AP3 af te bouwen en vervolgens te testen. En na deze fase zullen we aansluiting zoeken bij een grote strategische speler.